Maureen Koster is zondag Europees kampioen veldlopen geworden. Samen met Suzanne Krumins, Jip Vastenburg, Jill Holterman en Julia van Veldhoven vormde de 26-jarige Boskoopse Team Nederland op de EK Cross. Ja, het is natuurlijk heel erg leuk om samen met het team gouden medaille te halen. En helemaal als het EK Cross in Nederland wordt gehouden. En binnen de atletiek meestal loop je voor jezelf. En het is wel heel erg leuk om een keer in teamverband samen dus voor de medaille te strijden. En dat geeft toch wel een speciaal gevoel. Deze krijgt wel een mooi plekje inderdaad. Individueel werd Koster 11e. Ze liep de 8,3 kilometer in 27 minuten en 8 seconden. Ik had wel gehoopt dat ik een iets hogere klassering zou halen. Maar ik denk dat ja, als het parcours anders had geweest, bijvoorbeeld heel snel, dat ik daar wat beter voor de dag had gekomen. Maar goed, meestal kan ik heel veel kracht halen uit de vlakke, wat snellere stukken. Daar kan ik goed herstellen of goed versnellen. Maar er was absoluut niet, je kon niet herstellen in dit parcours of versnellingen plaatsen. Het was gewoon echt ploeteren en wie het langst volhoudt. Later deze maand vertrekt Maureen Koster naar Kenia om zich voor te bereiden op het volgende atletiekseizoen.